Hallo allemaal, ik ben Marlon Daan en ik heb een paar blogs geschreven voor Safe Bakery Buildings. En want ik ben nu op het Caribische eiland Sint Eustatius. Voor 3 weken al, overmorgen gaan we helaas weer weg. Het is hier heel lekker warm en zonnig zoals je kan zien. En ik ben hier voor een minor van mij, Sustainable Island Management. En ik heb hier eigenlijk al 2 blogs over geschreven van hoe je waar eilanden mee moet dealen. Dus die kan je lezen op cfp.nl. Maar waar ik het nu eventjes over wil hebben is over hoe mij de laatste paar weken is bevallen. Want je ziet het is dus heel erg zonnig, het is heel erg warm. Dat bevalt heel erg goed. Maar het was voornamelijk ook heel erg interessant om te leren hoe lokale mensen eilanden vinden. En hoe ze, want het is echt een community, een eiland. Er wonen mensen op en die kennen elkaar allemaal. Dus het is heel lastig voor beleidsmensen ook om bepaalde regels te besturen en te implementeren. Want sommige regels die gaan natuurlijk ten nadele van sommige mensen die ze kennen. Dus dat is heel erg lastig. Maar als je voornamelijk kijkt naar het duurzaam managen van een eiland, zie je dat de lokale bevolking hier niet zo goed idee hebben hoe duurzaamheid, wat het inhoudt. En ze zijn, als je dus bijvoorbeeld sustainable development tegen hun zegt, dan krijg je een bijna negatieve reactie over duurzaamheid. Want dat klinkt alsof je bijna niks gaat verdienen of dat je bijna niks van te profiteren krijgt. Wat eigenlijk niet zo is. Het gaat alleen maar over dat het wat langer misschien gaat duren dan als je echt ingaat op het economische deel van het besturen van een eiland. Dus wat ik merk is dat hier de kennis over duurzaamheid nog niet heel erg goed is. Maar het begint wel te komen, want hier ook de overheid heeft een paar opposes opgehangen met dat je moet recyclen. Er is net een waste management plan wordt er beschreven. En er zit ook vanaf dit jaar wordt er ook meer afval gescheiden. Dus het komt steeds meer, maar het gaat veel langzamer dan dat wij natuurlijk in Nederland kennen. Of andere landen die wel makkelijke dingen kunnen verkrijgen. En ik merk gewoon dat de kennis nog niet heel erg ver is. En dat is wel apart, want het is wel slecht gegaan op dit eiland. In de 17e eeuw waren hier nog 20.000 mensen en nu wonen er iets minder dan 4.000 mensen. Dus ja, waar is het misgegaan? Gaat het wel mis? Dat is natuurlijk heel lastig om te kijken, om te weten. Maar het was wel heel erg interessant om te zien als student, als jong persoon, op een kwetsbaar stukje van de wereld. En er kan nog zoveel veranderen en het gebeurt ook wel, maar het duurt nog eventjes. En wat wij moeten doen als ondernemers, als jonge mensen, is dat wij proberen de kennis van duurzaamheid, dat moeten we vergroten en zorgen dat veel meer mensen dit kunnen implementeren in hun dagelijks leven. En dat is eigenlijk wat ik jullie wil laten weten in dit hele mooie plekje op deze wereld.